Jong Vitesse staat op een 15e plaats. Dat zou aan het einde van dit seizoen na competitie betekenen. En dus kunnen de belofte uit Arnhem wel wat punten gebruiken in de strijd tegen degradatie. En wat hulp, bijvoorbeeld van Jongeneel. Een enorme fout achterin bij Kozakke Boys. En Kali Daniel krijgt de 0-1 in de schoot geworpen. Ja, arme Brian Jongeneel. Die zal het toch ook anders bedacht hebben. Een ketser van je welste. En Daniel durft nog wel te juichen. De voorsprong dus voor Jong Vitesse. Zo groot zijn de zorgen overigens niet hoor. 2 punten goed maken en ze zijn veilig. Dit is het niet echt veilig uit. Kalor. Die krijgt Hamouti om zich heen gevlogen. In andere sporten staat het publiek hierom op de banken, maar op een voetbalveld hoort dit natuurlijk niet thuis. Geen kaart. Dit is Jérôme Seton. De man die de honneurs waarneemt voor Danny Buijs die geschorst is. Opnieuw Jong Vitesse in de aanval met Van Bergen. En opnieuw een foutje achterin en Daniel profiteert. Ja, de moeilijkheidsgraad van dit doelpunt is wel ietsjes hoger. Maar opnieuw is de factor hulp van Kozakke Boys ook weer groot. Want wat doet die doelman daar? Niels den Hartog helemaal verdwaald. En Daniel doet dit slim, sterk, gebruikt goed zijn lichaam. En Vitesse op voorsprong. Ignacio. Goed verdedigd, zegt. Bij Kozakke Boys willen ze een strafschop. Maar ze kunnen beter snel in de achteruit. Want daar is Vitesse alweer met Van Bergen. Daniel voor het doel, maar Van Bergen doet het zelf. Rond dat niet goed af. Zo blijft de voorsprong voor Jong Vitesse 0-2 in de eerste helft. Seton grijpt dan in. Son Mes en Stout worden eruit gehaald. En voor hem in de plaats Abdoulaye en deze hapte Mariam. 7 minuten staat hij in het veld. En hij maakt de belangrijke 1-2. Het doorkoppen van Ignacio prima. Daar laat Naya zich foppen door hapte Mariam. En keert de spanning terug. Ignacio komt er niet aan. Abdoulaye wel. En wat een verschil dan met de eerste helft. Toen liet Kozakke Boys zich nauwelijks zien. Dat is nu wel andere koek. Ignacio en de paal. We zijn pas 10 minuten onderweg in de tweede helft. Maar Kozakke Boys al 3 keer dicht bij een doelpunt. 1 keer succesvol, 2 keer net niet. Kozakke Boys doet het normaliter ook goed tegen belofte elftallen. Ja, koploper Jong AZ en aanstaand kampioen. Daar werd 2 keer van verloren, maar voor de rest alleen maar zegens. Hier is hij weer, die spits. Ignacio, hij niet. Abdoulaye, hapte Mariam. 3 maal scheepsrecht, gaat niet op in Werkendam vandaag. Wat ontsnapt Jong Vitesse daar aan de gelijkmaker? En wat neemt de druk van Kozakke Boys toe? Het is toch een compliment voor die ploeg dat ze ondanks een matige eerste helft de rug rechten. Wordt het ook beloond. Ignacio, 2-2. Niet al te sterk gekiept van Tornes, de Deense doelman van Jong Vitesse. Maar dit is wel iets wat Ignacio kan. Aannemen, kontje erin, bal vrijmaken en scoren. Zijn 12e van het seizoen. En Kozakke Boys dus op gelijke hoogte. Gari, de voorzet. Ignacio, 3-2. En zo begint deze wedstrijd van Kozakke Boys steeds meer te lijken op die van 2 weken terug. Toen tegen HC 2-0 achter. En toen kwamen ze ook met 3-2 voor. Toen werd het in blessuretijd nog 3-3. Kortom, Kozakke Boys is gewaarschuwd. Ze moeten oppassen. De buit is nog niet binnen, maar nu wel. Ahmed El Azouti met de 4-2. En Ignacio nu ook met zijn 2e assist van deze wedstrijd. Wat is die spits dan belangrijk? 2 doelpunten, 2 assists. En hij de uitblinker bij deze overwinning van Kozakke Boys. Die dus andermaal winnen van een belofte elftal. En Jong Vitesse moet echt gaan vrezen voor degradatie. Het verlies met 4-2, ondanks het ontbreken van de coach Danny Buijs. Hij ziet dat het goed is en dat Kozakke Boys wint met 4-2.
met de taaloverwinning. En dit is bij onze gasten uit Arnhem.